Nou, ja, normaal gesproken krijg je rond dit tijdstip van mij de vraag van vandaag. En dan hebben we al lang iets online gezet waarop jij kunt reageren. En dat hebben we gisteren nog niet gedaan. Moeten we heel eventjes weer erin komen. Moeten we eventjes, ik sta nog helemaal in de vakantiemodus, hè. Vanochtend dat lekkertje, ik moet zeggen, het viel toch tegen om weer op te staan, hoor. Ik weet niet met jou zit, maar ik kan er wel aan wennen aan het uitslapen. Maar oké. We hebben een aantal dingen. We hebben een paar nieuwe dingen. We gaan dus onder andere de prutser van de week. Daar gaan we naar op zoek. Iedere dag kun jij iemand nomineren voor prutser van de dag. En dan op de zaterdag dan kiezen we uit alle dagwinnaars een weekwinnaar. Die mag zich dan vol trots de prutser van de week noemen. Dus heb jij iets of iemand die jij daarvoor wilt nomineren, dan kan dat. Doe het even via Facebook, Twitter of stuur me een appje. We hebben een speciale Facebookpagina daarvoor. De prutser van de week heet die ook. Doe de pagina even liken. Dat zou ik wel leuk vinden. En ook de site chriswatgoed.nl is weer helemaal geüpdate, zoals het zo mooi heet. Daar is weer een leuke prijs te winnen. Ja, van de vrienden van Lasergraveren, Laser Uniek uit Venray. Die bieden een RVS naamplaat die jij helemaal naar eigen wens kunt laten graveren. A4 grootte, dus dan kun je laten snijden, graveren, net wat je wilt. Misschien wil je huisdier erop of alleen je naam, huisnummer. Ik weet niet, misschien ben je pas gescheiden en je zegt, ik moet even een nieuw bordje hebben. Of pas getrouwd, hè, dus dat je een nieuwe achternaam hebt gekregen. Nou, is er zoiets bij jou het geval, dan... Geef het maar eventjes door. Nou, en verder is ook de appies, die zijn gewoon nog steeds welkom hier. Hè? Heb jij iets te melden? Je kunt altijd mij een gesproken WhatsApp sturen. Dat is heel simpel. Kijk even op de site christuswatvroeg.nl onder het WhatsApp-logo. Daar staat mijn nummer waarop je mij via de app kunt bereiken. En dan stuur je gewoon even een gesproken appie. Goeiemorgen, Chrisje. Ja, bijvoorbeeld zoiets. Hè? Dus, ik bedoel, het is eigenlijk heel simpel, dus... Nou, dat was het eigenlijk. Dus vandaag gaan we wel weer een vraag online zetten. En vergeet dus niet even naar de site te gaan. En klik op die rode winbutton als jij kans wilt maken op die superprijs. Want dat is, ik wil niet veel zeggen, maar het is de moeite waard om toch eventjes naar de site te gaan. Doe maar eventjes. Doe maar. Nou, zometeen nog de prutsel van vandaag. En... Ja, ik zie op dit moment al de politie hier rondrijden. Dus ik heb toch een beetje het gevoel dat het iets te maken gaat hebben met de overval op de Jumbo Supermarkt gisteren hier in Nieuwbergen. Dus dat allemaal zometeen. En er komt nog iets lekkers Nederlandstalig aan. Maar eerst incognito.